We gingen lekker. Dag 4 helaas. Technische problemen. Nu konden we het niet meer repareren en helaas einde rally. Beetje een apart verhaal vond ik. Jullie werden eruit gehaald, toen mochten jullie toch weer starten en toen toch weer niet. Hoe zit dat? Nou, op zich, kijk, we zijn s'avonds laat zijn we gestrand, zeg maar. Dus hebben we geprobeerd die truc nog uit het zand te halen, maar dat is niet gelukt. Die hebben we 's morgens gerepareerd. Toen hebben we alsnog de special uitgereden. Maar we waren te laat voor de special nummer 5. Maar onderweg naar het volgende bivak, toen kregen we toch een berichtje vanuit Nederland ook. Van, hey, jullie staan op de startlijst. Er gingen wel geruchten dat Special 5 afgelast zou zijn. Nou, in dat geval, als dat nog gecanceld zou worden, in dat geval zou je dus toch nog mogen starten. Wij hebben de startkaart 's morgens weer aangegrepen om zes etappen te rijden. En die hebben we ook gereden. Alleen 's avonds kwam het bericht van, ja goed, jullie hebben etappe 5 niet gereden. En daardoor is het einde rally. Ja, en dan denk ik slaat de teleurstelling hard toe. Ja, de eerste keer ben je teleurgesteld en dan leg je erbij neer, het is niet anders. Dan krijg je weer hoop, want goed, natuurlijk weten we dat we minimaal heel veel straftijd zouden krijgen omdat we die etappe overslagen hebben. Maar je wil op dat moment toch altijd gewoon die auto naar de finish brengen en je kunt er altijd nog iets van leren en het is natuurlijk gewoon ongelooflijk mooi om te doen. Maar als dan weer het bericht komt van het is nu echt over, ja, dan is het tweede tegenslag. Ja, tegenslag. Stort je wereld niet eventjes heel even in, want ja, je bent zo lang bezig zeg maar, om toe te leven naar die Dakar en dan lig je eruit. Ja, het is 11 keer gelukt en de 12e keer helaas niet. En je weet in je achterhoofd hou je altijd rekening dat het een keer zou kunnen gebeuren. En je hebt heel veel andere teams de laatste jaren meegemaakt die het ervaren hebben. En natuurlijk heel hele grote tegenslag, maar... Het is en blijft het risico van de hele rally. Hè? Wat ga je nu doen? Ik had gisteren na 2 nachten amper geslapen te hebben van ik wil naar huis. Even lekker warm thuis. Vanmorgen een nachtje van 6 uurtjes gehad en dan denk je van hé, maar als ik maar ergens iets bij kan dragen naar een succesvolle finish van Janus bijvoorbeeld, dan moet ik dat gewoon doen. En dat doe ik ook heel graag met het team, dus ik blijf.